Hallo iedereen. We hebben gisteren een nieuwe maan gehad, of een donkere maan. En ik dacht van, laten we eens iets leuks doen en gewoon kijken wat dat de unicorns, dus het is een deck met allemaal unicorns, eenhoorns, wat dat de boodschappen ervoor zijn. Dus laten we een paar kaarten trekken en zien wat dat er komt. De eerste is Divine Potential. Fulfill your destiny. Be all you can be. Oh, wauw. Je ziet ook de scroll hier, of hoe zeg je dat? Oh, kijk, dat lijkt bijna op het volgende, juist na een nieuwe maan. Het is voor mij zo echt de boodschap van het is tijd om echt te worden wie dat je bent. En dat is uiteindelijk waar dat ook 2025 en nog meer 2026 gaat over gaan. Dat we echt in ons volledige potentieel gaan stappen. Misschien. Wat heeft de donkere maan ons nog gebracht? New opportunities. Declutter your life. Glimpse a magical doorway. Ah. Mooi toch? Oké. Wat is dat we nog moeten weten? Look for the signs. Pay attention. Expect an answer. Zie? De regenboog hier. Die gaat hier verder. En die brengt ons naar hetgeen dat we willen. 3-3, 11-11. 11-11, zeg ik nu 11 en 3-3, dus twee cijfers. Zie, de doorway, een vortex. Je hebt eigenlijk al je wensen dat je al die tijd hebt blijven visualiseren. En dat je zoiets hebt van, ach, het zou wel leuk zijn als dit, of het zou wel leuk zijn als dat. Dat zijn eigenlijk kleine manifestaties die je constant het universum instuurt. Intenties die het universum instuurt. Want zien, ben nieuwsgierig. Wat hebben ze, de unicorns of de eenhoorn nog te zeggen? Magical crystal cave. Switch on your inner light. Bring forward your gifts. Zie ook dat die sleutel hier en dan de verschillende codes zo gezegd. En onthoud ook dat jij een kristal bent. Jouw lichaam is een kristal die informatie ontvangt, maar die dus ook informatie uitstuurt. En ook zorgt, ik weet niet welk weer dat is bij jou natuurlijk nu, maar zorgt dat je voldoende zonlicht krijgt. Zorgt dat je voldoende gevoed wordt. En je kan ook beroep doen op de eenhoorn, het eenhoornbewustzijn, via paarden, maar ook dus ook gewoon via jouw intentie. Om die healing te ontvangen. Die heeft dus ook met te maken met de violette vlam. De violette vlam is van transmutatie natuurlijk. Ik ga zien dat er nog andere. Nee, ja, de gouden natuurlijk. Dat is hetgeen waar we naartoe willen gaan. Oké, we hebben er vier. Ik ga nog twee. We hebben de. Oh my god. Dat is hetgeen waar we uiteindelijk allemaal naartoe willen gaan. De I am presence. Gewoon een fysieke incarnatie van onszelf. Een deel van de bron. Als een opgestegen meester. En die zie je ook alles met dat transcube, met de verschillende lessen. En hier staat er ook op: Expand your stellar gateway. I am that I am. Je bent in alles wat dat leeft en om jou heen is. En omgekeerd. Oké, een laatste. Deze hier. Donkere kant. Mahatma energy. Zie hoe dat de divine energy, de gouden diamanten energie, gewoon via spiraal naar jou heen stroomt. Dat voedt jouw lichtlichaam, die we daarnet ook gezien hebben. Accelerate your ascension. Dus als je daar klaar voor bent en dat wenst, dan kan je vandaag gebruik maken van de gouden energie, die violette energie, die we hier gezien hebben. Je kan ook gewoon zeggen de regenboogenergie, om uiteindelijk doorheen het portaal van de donkere maan te stappen en beroep te gaan doen om je eigen vortex, die je gecreëerd hebt van allerlei welvaart en overvloed, om die uiteindelijk te gaan ontvangen. Want de sleutel ligt in je eigen healing. Om uiteindelijk een keuze te maken en jouw divine essence, jouw goddelijke universele kern te gaan belichamen. En van daaruit een overvloedig leven te leiden. En ook te delen met anderen. Een overvloedig leven is niet alleen voor jezelf. Doordat je eigen beker vult, kun je er veel meer geven aan anderen. Wauw. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Als je dat leuk vindt, dat ik af en toe zo
kleine korte boodschappen doen, dan geef je maar een boodschapje onder de video of laat maar gerust weten hoe jij de energie op dit moment ervaart. En dan maak ik weer nieuwe content. Met heel veel liefde. Dag!